andere 14 wedstrijden die betrokken zijn in de race 10. We zien een goede start in het midden met 110 van de Berijn Verlicht. Dan zien we op de tweede plaats met de Stijnen van de Haas hier aansluiten. En dan kijken we naar de derde man, dan blijft dan even kijken hoe je het ziet. Dat is dan met 47 met Stijnen van de Haas. Zit daar natuurlijk nog iemand tussen hier voor de thuisclub. En dat is dan Rick Verhoeven, hij zit op die tweede positie. We kijken naar die belangrijke vierde positie die natuurlijk in hand is. Van een van de leiders van Os, denk ik daar op die vierde plaats. Kan je even kijken of zijn bordje ziet. 5-2-2, Daan van Rooij. Hij zit op die belangrijke positie. Moet hij natuurlijk wel verdedigen in opzicht van Castro. Maar daar komt denk ik geen aanval meer van.